boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Yo, boys en girls. Welkom bij deze nieuwe video. Het is vandaag dinsdag. En het is vandaag een ESC video. Zoals jullie gewoon zijn, maar op dinsdag is een ESC video. En we gaan vandaag deze ESC video knallen. Ik zit nu bij mijn moeder. Dus we gaan deze ESC video knallen vandaag. En dan zeg ik jullie guys bij de outro van deze ESC video. Geniet ervan. En dan zeg ik jullie guys bij de outro. Oké, boys en girls, welkom bij weer een nieuwe video. En we hebben drie goudpakketten, omdat ik een online draft heb gespeeld en eerste ronde eruit lag. Dus drie goudpakketten, let's go. Het eerste goudpakket zit. Oh, dat is nog een rare, oké. Linksmidden. Ja, dat is dingen zeker. We noemen hem naar Kostic. Let's go. Let's fucking go. Nog een goud pakket. Let's go, daar zit in. Liperto, let's go. Let's go. En nu het laatste pakketje. Laatste goud pakketje, daar zit in. Mukuri. Shoo, Mukuri. Let's go. Shoo. Okay, boys and girls. Het is nu... hoe laat zou het zijn? 7:30 gepasseerd. 19:37 en ik heb 11-0 gewonnen. In de draft tegen Sampdoria. Dus ja, tegen Sampdoria heb ik gewonnen. En ik geloof... 1150 XP. Let's go. Live 2. We krijgen ook nog een shadow kaartje, dacht ik. Of een, een shadow. Let's go. Een shadow kaartje. En dan nog... Wat we team doen, zei je? Oké, player pick. Oké, we krijgen een player pick ook, wauw. En daar zit in. Ja, Pepe, wauw. En dan heb ik nog een niveau hoger geraakt, dus... Wat krijgen we nu? Een pakket. Hallo, EA. Gaan we krijgen... Hallo EA. Een runter of een shadow kaartje, denk ik. Nu gaan we een runter kaartje pakken. Want shadow hebben we dus gehad. Maar mij willen de traagste EA. Wauw. En dan naar de stoorste, dus zien wat erin zit. Of er nog een 10 minuten pakket is ofzo. Nee. Nou heeft de 3 gewone werkspeerspakketten op doen en zit in. Lobotka. I mean, it's not bad, but also good. Wow, I guess. Oké, zelfs dan weer een specifieke 72 minuten, daar zit in.
geen walkout. Centerwijk, Spaans, La Liga. Le Normand. I mean, that's not bad. The first whiskey, have you seen? Geen walkout. Let's go. Gabriel Jesus. Let's go. Oké, boys and girls, het is maandag nu. En we hebben een pakketje, een paar pakketjes in de store staan. Waaronder ook een 10x80 plus. We gaan eerst de drie gewone gouden speelspakketten openen. En dat is in Cersei. I mean, yeah, it's alright. Volgende pakketje, premium art pakket. En dat is in Joao Gomez. I mean, it's alright. Like, oh, die mag naar boven. Die kan wel gewoon bewaard zijn, jongen. Premium jumbo art pakket. En dat is in Galeno. Galeno. Een dubbel item. Estudiantes. Mag je weg. Oké, 75 plus speler. En dat is in. Paincel. Sinds wanneer speelt hij weer LA Galaxy? Wauw. 10 keer. 80 plus. Let's go. En dat is in. Walkout. Spits. Pulse. Liga F, dat is Pajor. Maar dit is een dubbele walkout, dat weet ik niet. Geen dubbele walkout, maar we krijgen wel Pajor. I mean, it's alright. Pajor, Palacios, Laporte, Vrijgang, Lacazette, Rauch, David, Fransie, dan Enesiri en Kim Pembe. Let's go. We gaan ook eens zien welke upgrades dat er gekomen zijn. 81 plus upgrade, dat is goed. Dan kon die RTTK Total Rush upgrade nog eens doen. En ik kan het niet doen. Ik ga die combo upgrades doen. Wat was het team? 5 rares en 5 non-rares. Dat is goed. Dus hier heb ik. Gaan de zeldzame. Laag hoog. Mascherotto. Tot die Fran Garcia en rechtsachter, wie gaan we daar pakken? Alex Suarez. Nu gouden gewone laag hoog Junior Messias. Ze werken ook nog aan de squad belts moeten beginnen. Grudic. Linksbuiten. Le Douaron. En misschien nog iets in het SBC-opslag staan ervan. Nee. Ik heb geen gouden gewonnen.
Let me see if storage is down. Let's go. Selectie componist. That's great that I got that. Let's go. Volgende Peggy. Combo upgrade in attack plus. Let's go. Wat zit daarin? Geen walkout. Cam, Duits, Bundesliga, dat is Thomas Müller, denk ik. Dat zie ik wel aan zijn dingen. Dat is Thomas Müller, ja. Zag je dan de bouw van het lichaam? En wie de tweede? Ja, Kelly Correa, let's go. Oké, boys and girls, we hebben nog eens een 75 plus pakket en daar zit in. Linksachter, Spaans. Ja, we hebben weer een Super League. Leila Ouahabi, let's go. Oké, boys and girls, het is dinsdag 7:22 s'avonds. En we hebben wel wat dingen voltooid. We hebben nu twee dingen. Hier hebben we iets. Zelfs gaan we naar het Swisspakket 75 plus en 3 gewone naar het Swisspakket. En dan hebben we nog de Pioniers Team 2 87 plus leenspelerskeuze. En daar zit in. Ja. Wie niet. Dan hebben we nog twee pakketten. We hebben nog preview pakketten. We hebben een kwartier pas. Dan hebben we drie gewone gouden speelspakketten. Let's go. En er zit in. Fonley. Let's go. Fonley van den Bomen en Rijt. En de volgende pakket is een zeldzaam gouden speelspakket 75 plus. En dat is in Vlekken van welke ploeg is dat? Brentford. Brentford, dat is wel. Oké, boys and girls, het is woensdag en we hebben precies nog iets voltooid. We hebben nog iets tegen FC seizoen. We hebben een 5x78 plus ook. Let's go. $7,050 SP 5x78 plus, let's go. Dat zit in. Geen walkout. Spits, Spaans, Syria, Morata. Let's go. Dan hebben we nog een premium pakket. Let's go. Lee Kang In. Let's go. Ja, wel nog. Een zilver premium pakket. Sabah, let's go. Oké, boys and girls. We hebben de 34 plus dubbel. Als we daar geen walkout uit krijgen, zou het echt slecht zijn. Want we moesten 3,34 voor de neveren en een 33 reden team ook. Let's go, 34 x 2.
krijgen we een koud centerback. Wie is dat, Gabriel of wel? Let's go, Gabriel. Dan heb je een trainer wel. Let's go. Let's go. Oké, boys and girls. Nou, we hebben alles voltooid. Van de pionier daar spelen en ja, let's go. 20 per speelpik zit. Gevaarlijk, yo. Let's go. Dan hebben we nog een paar packs in de soort klaar staan. Hier hebben we geen pakketten. Eerst drie gewone express pakketten en dat is in. Hurtig, let's go. Ramsey en Valerie, let's go. Vijf, zes plus pakket, daar zit in. Rose. Oké. Okay. En het laatste pakket zit. 84x3, daar zit in. Balkaart, let's go. Rechtsbuiten, Engels. Neem een Super League. Belzinga. Beth Mead. Is een dubbele balkaart? Nee. Dan heb ik enkel 88 wegmeet. Let it go. Oké, boys and girls. Het is zaterdag donderdag. En ja, we hebben previewpakketten. In het eerste briefpakket zit Dodo. Hallo Dodo. Zo. En het tweede pakket, tweede briefpakket zit Willemson. Hallo Willemson. Zo. Oké, eens even kijken wat er nieuw is, ja. Seizoen. Nou ja, zet er 7 spelers op. Nou, score 5 keer. Dan heb je het willekeurige speler uit Frankrijk. Speel 8 wedstrijden, ja. Gaan we nog kunnen doen, joh. Live. FC Pro. Coaching Masterclass. Mijlpalen. Nou ja, niet veel te doen vandaag in Ultimate Team. Upgrades. De standaard hier upgrade. Een 85 en 86 squad, dat is goed. Spelers. Poteas. Let's go. Doelstellingen is 7. Ja, die kunnen we nog wel voltooien. Spelersdoelstellingen. Ja, die hebben we ook nog. Managersdoelstellingen kunnen we ook allemaal opnieuw doen. Let's go.
Het wordt nog een drukke week. Let's go! Oké, boys en girls, het is vrijdagochtend en we hebben twee packs, 2x78 plus en daar zit in. Geen wildcard, niet echt te sparen. Wauw. Ga ja, let's go! Volgende pack, 2x84 plus. Let's fucking go. Daar zit in walkout. Keeper, Duits. La Liga, dat is Ter Stegen. Is een dubbele walkout. P3 en Ter Stegen. En Barcelona, dubbele walkout. Let's go. Ter Stegen en P3. Wajo. Oké, boys en girls, ik heb net op de web-app, alleen op de companion-app gezien dat we twee player picks hebben, dacht ik. Dus die gaan we een keer openen, denk ik. Alleen als de player picks er zijn, alle player picks heb natuurlijk. Hè. Anders moet ik ze op de web-app, alleen op de companion-app openen. Ah, hier, in het gedeelte van. Hoppla, twee player picks. Let's go. Oké, wie gaan we hier verpakken? Haaland. En hier voor de vrouwen gaan we pakken. Ja, Hansen. Let's go. En dan zien we wat we daarbij moeten gaan doen. Dus we gaan naar doelstellingen. Mondoor, dagelijkse Ballon d'Or, uitdaging 1 SBC, 8 november, 18 uur, dat is zondag, om 6 uur, nee, dat om 7 uur. 9 november, gouden hat-trick. Ja, live, ja, F7, speel. Oké, maakt me al. Oké. Dat kunnen we inderdaad doen. We kunnen gelijk ook misschien. Die Bellingham evolutie doen. Die Bellingham evolutie. Waar staat die hier? Ja, maar wie gaan we die doen? Ik ga die met Müller doen, de Bellingham Evolutie. Squad Battles, Squad Battles, Squad Battles. Hopla. We gaan die met Müller doen, let's go. Oké, boys and girls, we hebben iets voltooid bij FC Seizoen. En ja! Yeah. Ik ben niet meer Sven aan het bellen. Fuck
Vorige komt ze er ook bij, zeker? Ja, jongen! Ja, ben net aan het douchen. Ja, ja. Ja, alles af? Dat zie ik ook niet. Hé, schat. Ja, schat. Hé, afdrukken gisteravond. Ja, hé, hey, dan moet je maar niet weglopen. Ik heb het gezet. Of je loopt weg, of ik hang op. Ik heb je niet meer teruggebeld gisteren, fuck you. Nou, dan hebben we ook nog pakketjes. 3x80 plus. Ik heb je niet meer teruggebeld, fuck you. Nee. Zou ik ook niet doen, fuck you. Fuck you. 3x80 plus pakketje en ook nog een 75 plus pakketje. Een 75 plus pakketje zit. Wauw, een Oekraïner. En de 3x80 plus Z. Wat zit daarin? Geen walkout. Links buiten. Spaans. Geen walkout. Women Super League. Jamin Lamiel. Arsenal, wie is daar? Mariona. Let's go. Oké, boys and girls. We hebben 1, 2, 3, 4, 5 packs. En we gaan het premium vakpakket beginnen, joh. En daar zit één. Malaar. Holy Malaar. Ik heb even de mond Chris Wood gedaan. Ik hoop dat zeker mijn geld terug te krijgen. Ik heb iets van een 3K aangezogen. Ik denk dat het recht midden van Serie A kan wel goed zijn. Nou ja, laat maar. Laat maar, Rossellini is niet zwaar. Ik krijg een speelpakket en dat is erin. Laat maar. Laatste pakket, tradable. Nou, Argentijn is er echt midden. Nieuwe Portugal, ja, ik krijg mijn geld niet terug. Oh wel. Nee, ik krijg mijn geld niet terug. Ik heb er geen minus uitgemaakt. 75 plus speler. Ook al geen walkout, spits. Dat wij aan. Premier League. Dat is dingen aan, ga wel geen fiets. Ik hoop dat het goed is gaat. Nee, toch niet. Wie is dat dan? Ik hoop dat het goed is gaat. Wauw, Eva Nilsson. Boekt heeft het toch niet eens door. Jawel. Oké, boys en girls, we hebben een paar pakketjes. We hebben iets voltooid in de club precies. Evoluties. Oké. Okay. Müller is 86. Zijn rating in FIFA 23. Hey. Win 3 wedstrijden en houdt 1 keer de 0. Oké, okay, easy. Dan hebben we 1 of 2 pakketten in de store staan. Ik denk er 2. Nee, 1 pakket. 82 plus maal 5. Let's go, daar zit in. Geen walkout. Centerback, zweet. Van de vrouwen. Van Arsenal, wie is dat geïllustreerd? Wat de fuck, dat is een 84. No. Oké, boys en girls, het is vrijdag 5 na 7 s'avonds. En ondertussen ben ik ook een Smirnoff Ice aan Tropical van Inke. Maar, ja.
Er is een nieuwe promo uit, denk ik, van FC25. Centurions. Let's fucking go. Life. Oké, we gaan eens zien wat die Ballon d'Or gedoe is. Ofwel staat dat bij upgrades, ofwel bij uitdagingen. Alleen bij uitdagingen staan. Ballon d'Or uitdaging 1. Dus spelers uit hetzelfde land 1, nou, maximum 4. Competitie minimum 3, minimum 1 gouden speler, zeldzaam speler. Dus eigenlijk beginnen met Duitse spelers. Duits. Waar is hier een Duitser? Dan gaan we Spanjaarden over. Hier kan ik nog Spanjaard zetten, denk ik. Welke gaan we daar zetten? Aitor Paredes. Hier rechtsachter. Baku. Dan kan ik nog één Duitser inleveren. En dat gaat zijn... En hier kan Carlos Soler inleveren, dat is een rare. Heb ik hier een Duitse rare. Nee, maar wel. Dus Duits kunnen we niet meer doen. We kunnen nog één Spanjaard inleveren. En wie gaat dat zijn? Eén Spanjaard. Pablo Fornals. En dan moeten we nog gaan zien achter andere nationaliteiten. Portugees. Oh, wel. Linksmidden heb ik dan nog Portugees. Portugees. Dan nu, maar kan ook nog. En de spits. Portugees. Een Portugese spits. Deze Vitinha. Let's go. En dat is het klaarste. Premium hardpakket. Let's go.
Misschien nog een pakket. Nee, geen pakketten voor jou, zit er niks in. Oké, Centurions, ik hoop dat we een pakje vandaag. Op deze video. Premium vakpakket en daar zit in. Geen walkout. Spits. Spaans. Serie A. Maradona. Waar dan? Dat is hier Maradona. Volgende pakje. 2 keer 81+ en daar zit in. Geen walkout. Linksachter, Portugees. Link, dat is dingen, we noemen hem daar. Noormensch. En nu de laatste speler, het laatste pakket, 3 keer 82+. En daar zit in. Walkout. Keeper, Frans. Mijn naam, that's good. Is een dubbele walkout, we weten het niet. Geen dubbele walkout. We zullen skip de walkout gewoon. Katarina, Macario en Kumagai. Let's fucking go. Oké, boys en girls. Het is 8:50 s'avonds. En we hebben een paar pakketjes. Als eerste pakketje hebben wij. Het zelfsame speler 75+, daar zit in. Rose. Hi Rose. I'm Jack. Jack Daniels. En dan 84+ × 3. Let's go. Icon precies. Is dat nu een icon? Zijn ik nou een icon? Of nee, het was een golden rare, wauw. Dacht ik een icon zeg. Maar we krijgen Emiliano Martinez, Dibu, let's go. Shoot. Ik dacht dat ik een icon kreeg. Maar niets is minder waar. Klassieke pakketten, de preview pakketten moeten we doen. In het eerste pakket zit Boscagli. En in de zilver preview pakket zit Cabrera van de Liga Argentina of iets. Liga Professionele Voetbal, zoiets. Let's. Yeah. Oké, okay, boys en girls, we hebben 2 live doelstellingen voltooid. Dat zijn, zet er 10 op en koop er 10. Dus we krijgen een 2 keer 78+ en een 1 keer 78+. En dan ga ik voor vandaag afsluiten. Dus een 2 keer 78+ en een 1 keer 78+. Morgen ga ik misschien streamen. Dat zien jullie dan waarschijnlijk ook in de video. En de 1 keer 78+ daar zit in. Spits, Duits, Bundesliga. Dat is niet goed. Oendaf. Heeft nog een Belgische shot. Bij Union Saint-Gilloise. 2 keer 78+. En dat is in. Geen walkout. Centerback. Spaans. Liga F. Dan weet wat kut is. Nee, het is kut. Dat is goed. Oké, boys en girls, we zijn een niveau verder in het seizoen. En ik heb nu overschakeld naar de ZV-18, de camera.
Maar ik weet niet of ik dat nog lang ga doen. Ik denk toch dat we een seizoen. Ja, we zijn verder in het seizoen. We hebben een 5478 plus, dus daar kan een walkout in zitten, maar kan ook niet een walkout in zitten. Oké. Maar eerst gaan we naar club, want we hebben een evolutie voltooid, de Hey Jude, heb ik voltooid met Thomas Müller. En die gaat naar een 86, Hey Jude Evolution. Let's go. Nu gaan we naar de store. Hebben we nog prepackets hebben we gisteren opgegaan geloof ik. Ja, prepackets hebben we gisteren opgegaan, maar we hebben nog een 77. Ah nee, 78 maal 5. Let's go. En daar zit in. Geen walkout. Centerback, Nederlands, Premier League. Is het van de Ven of is het iemand anders? Het is. Wie is dat? Ah, Matthijs de Ligt, wauw. Ik dacht dat dat bij Mugge was, dus Matthijs de Ligt. Matthijs de Ligt, Vlaovic, Darwin Nunes, Brobby en Mercado. It's decent, you know, it's decent. Wauw. Oké, boys en girls, het is nu avond. Ik heb mijn camera niet meer gebruikt. Ik heb zo net ook de intro en de outro opgenomen, allee, in het begin van de avond. En nu is het dus, nu heb ik dus 12 stappen naar het goud voltooid. En ik moet nog één keer de gouden hat-trick doen, allee, morgen. Is dat, en dan de laatste door missie. En dan moet ik deze nog doen, LFV, het LFV Flits evenement. Dus ja. Maar dit is de laatste opname van vandaag. Eerst heb ik een topgemengd speelspakket. En daarin zit geen walkout, gewoon een linksachter. En zou dat een team of the week zijn? Want het is precies zo. Nee, het is geen team of the week, denk ik. Nee. Het is gewoon boot in 84. Wauw. Ik dacht dat het een team of the week was. Maar het is geen team of the week. Oké. Eerst een 80 plus pakket en daarin zit. Geen walkout. Centrum mid. Ja, dat is dingen, hoe noemt hem daar? Bentancur, wauw. En nu de 3x82 plus en daarin zit. Is dat nu? Dat krijgen we nu. Wauw, we krijgen een Centurions. Spits van Villarreal. Gerard Moreno. Wauw, we krijgen de Centurions. Dat is goed. Dat is heel goed. Wauw. Oké, boys en girls, het is zondagochtend. 6:49 in de ochtend. We hebben 7 Tour en Gold Specs. En in de eerste zit geen walkout, centerback. Engels, Serie A, dat is Smalling, I guess. Ja, Smalling. Dat is een 33? Ja, een 33. Nee, Tomori. Oh, Tomori was het. Wauw. 2 Red Goals. Daarin geen walkout. Rechtsachter, Frans, Ligue 1. Is dat nou een team League of zoiets? Ik weet niet. Een Urgent Indies. Nee, toch niet. Klaus. It's alright, you know. En jij kunt naar de SBC storage.
Dat is een Tourer Gold. En daar zit in. Hopla, shape change. Zit hier op centrum met. Wie is dat? Wie is dat? Ah, ik ken niet. Wauw. Heel Centurions. Tweede deze week. Wauw, weer al Centurions. Wauw. Derde plek hebben we gekregen Centurions. Oké, hoe is het toe weer gold? En daar zit in. Center met Duits. Ja. De Pixelvrouwen Bundesliga. En dat was niet goed. Oké, nog eens een Tourer Gold en daar zit in. Geen walkout. Ik denk zelfs dat het geen borden is. Ja, wat was wel het borden? Pickford. Oké. Tourer Gold. En daar zit in. Geen walkout, centerback, spannend. Dat is dingen. Pau Torres, dat is geen borden. En dan laat de Tourer Gold en daar zit in. Balkout, lekker. Links achter. Frans. Theo Hernandez. Wauw, we krijgen gewoon Theo. Wauw, Theo Hernandez 87. En het is precies een dubbel balkout, kan dat? Nee. Theo Hernandez, wauw. Voor wie gaat hij nog? Wauw. Een Tour Gold, Theo Hernandez. Ja, die komt door de bank. Die komt door de bank, Theo Hernandez. En we hebben nog... briefpakketten ook. En het eerste briefpakket zit... niks van walkout, oké. Wauw, we pakken aan... een Centurions en een walkout. En deze stuk. Wauw. Dat was er wauw. Let's go. Oké, boys en girls. We hebben de rewards. Het is nu 5 van 9. We hebben de rewards. Goud 2. Again. En we zullen het eens openen, jongen. Die man. Werking voor zetten. We hebben ook nog, packs van een draft die ik in de week heb opgestart. Ja. Premium-wachtpakket, let's go, dat is in. Geen walkout. CVM, Frans. Maar weet wat het kut is. Ja. Het is kut. Oké, volgende pack. Premium Jumbo wachtpakket. Madraft. Rond 4, dat is zeker kut. Wauw. Oké. 5x75 plus, oké. Wat zit erin? Geen walkout, spits, ja, Darwin Nunes. Let's go. Mega pakket, let's go. Wat zit erin? Geen walkout, rechter, Braziliaans. Liga Avro, weet ook dat kut is. Antonio Silva aan het vriend. Oké, laatste pack. 82 plus maar 5. Please be good. Ook geen walkout. Centrum niet. Vrijans. Ja, dat was niet goed. Ja.
Bas Ligura. Op naar de outro. Let's go. En ja, boys en girls, dit was dus de video. Ik hoop dat jullie guys ervan genoten hebben van deze nieuwe IFC video op dit kanaal. Ik zeg jullie guys graag terug vrijdag bij een nieuwe video. Vrijdag gaan we een vlog nemen, uploaden. Vlog 94 komt online, want dan ben ik naar Sven geweest en dus heb ik weer gevlogd. Het is dus vlog 94 vrijdag. Enjoy deze video. Allee, enjoy jullie dagen nog en dan zeg ik jullie vrijdag bij vlog 94. Let's fucking go. Bye bye. Yeah.